Goeiedag lieve mensen, vandaag ben ik hier met een kaartlegging voor de maand augustus en dit keer voor het sterrenbeeld Kreeft. Dus lieve Kreeft, deze kaartlegging is voor jullie. Dan, waar deze kaartlegging over gaat, dat is dus over je succes. En dat kan dus op het gebied van je job zijn, op het gebied van de liefde, op het gebied van je hobby's, je vriendschappen, dus waar je dus succes wilt in behalen. De eerste kaart die ik hierop kreeg is deze, dus de emmer. Je ziet dus dat de emmer omgevallen is. En hier staat er dus, het is tijd om je terug te trekken uit een situatie. Dus het kan zijn dat je in een bepaalde situatie zit, misschien een relatie of een job. Of misschien heb je zelf beperkende gedachten en overtuigingen. Of maak je heel veel zorgen, heb je angsten. Wel, het is tijd om uit deze situatie te vertrekken. Dus welke situatie speelt er zich nu af in je leven die dus niet goed is voor jou? Wel, deze mag je achter je laten en daaruit je terugtrekken. Dat is heel belangrijk voor jullie, lieve Kreeft. En dan krijgen we ook nog deze kaart. En hier zien we dus wijndranken. En hier staat er dus, zo druivenranken, waar de druiven aan groeien en waar de wijn van wordt gemaakt. Dus zoek naar de informatie die jou zal helpen. Dus jij zoekt naar bepaalde boodschappen of inzichten die jou verder kunnen helpen. Maar het is vooral belangrijk dat je dus eerst deze situatie verlaat. En dat je dan op zoek gaat naar dat wat je kan helpen op de weg naar je succes. Dus zoek informatie die jij nodig hebt. De volgende kaart die ik hierover kreeg, lieve Kreeft, is deze. Inzicht. En hier staat dus begrip ontwaken, bewustzijn en zelfevaluatie. Dus die inzichten waar jij op zoek naar bent, die kun je dus krijgen door de stilte op te zoeken. Door te gaan mediteren, misschien door te gaan wandelen in de natuur op je eentje. En goed te luisteren naar je innerlijke zelf. Je kan ook vragen stellen aan jezelf en luisteren naar de boodschappen die je doorkrijgt. Maar de manier om dus de juiste informatie te verkrijgen is dus eigenlijk het gaan zoeken in jezelf. Niet buiten jezelf, maar in jezelf. En dat kan je dus doen door het stil te maken en door goed te luisteren naar jezelf. De volgende kaart die ik hierop kreeg is deze. Vertrouw je engelen. Dus je engelen helpen je, lieve Kreeft. Vertrouw daar ook op. Laat verwachtingen los over hoe je dromen zullen waar worden. Vertrouw erop dat de hemel een perfect plan heeft. Dus inderdaad, soms willen we zelf alles sturen, de controle houden over alles. Maar lieve Kreeft, weet dat het universum een perfect plan heeft voor jou. Dus eigenlijk hoef jij je geen zorgen te maken. Vraag gewoon hulp aan je engelen, aan je lichtteam, aan het universum, aan God. Waar je dus ook steun vindt, maar vraag hen om hulp en vertrouw daar ook op dat je geholpen wordt. En probeer de controle ook los te laten. Dan de volgende kaart die je kreeg is deze. Jij bent beschermd, dus lieve Kreeft. Dat is zo'n mooie boodschap om te krijgen. Het is zo'n grote geruststelling om te weten dat je aartsengel Michael achter je staat met zijn beschermers om jou te beschermen. Dus dat is heel mooi. Jij bent veilig in de bubbel van licht van aartsengel Michael. Jij kan vooruit gaan met vertrouwen eigenlijk. Dus jij kan erop vertrouwen dat je pad mag volgen en dat je echt wel beschermd bent. Dus dat is heel mooi om te weten, lieve Kreeft. De volgende kaart die ik kreeg gaat weer over inzichten. Dus open jezelf voor je spirituele haven. Dus weet dat je van nature uit een spiritueel wezen bent en niet alleen fysisch. De engelen zenden jou boodschappen die je ziel zullen begeleiden om te groeien.
Dus dat is heel mooi. Dat is gewoon een bevestiging van deze kaart. Dat het dus belangrijk voor je is, lieve kweeft, om het stil te maken. Om goed naar jezelf te luisteren. En dat inzichten tot je zullen komen. Dat je dus boodschappen zult krijgen die je zullen begeleiden op de weg naar je succes. En weet dat je veilig en beschermd bent. En dat je je engelen kunt vertrouwen. Maar wat ook heel belangrijk is en wat we niet mogen vergeten, is dat jij dus een bepaalde situatie die niet goed voor je is, dus achter je mag laten. Zo, lieve kweeft, dit was dus je kaartlegging voor de maand augustus. Ik wens je alvast een hele fijne maand augustus toe. Dankjewel voor het kijken, voor het liken, voor het reageren en voor het delen. En ik zie je graag terug in een volgende video. Daag!